Welkom bij Spellenzolde, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Lood, uitgegeven door Archon. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers, hoewel in mijn mening het eigenlijk een 2-spelerspel is, waarbij je optioneel met meerdere spelers één zijde kan gaan besturen. En je bent er ongeveer 60 tot 90 minuutjes mee zoet. En in dit spel krijgt iedere speler de beschikking over een leger met aan het hoofd van dat leger een aantal helden. En het doel is om een aantal gebouwen bij jouw tegenstander te vernietigen, waardoor je punten krijgt. Degene die als eerste 3 punten scoort, wordt de winnaar. Lood staat voor League of Ancient Defenders. En in dit spel hebben wij 2 facties zitten. Aan de ene kant de Atlantianen en aan de andere kant de demonen. Army of Chaos, zoals het spel ze noemt. Maar laten we maar eens gaan kijken wat er in deze doos zit. Wij krijgen de spelregels in het Engels, qua vormgeving overzichtelijk. Soms is de volgorde wat onlogisch, maar prima met nog wat varianten achterin. Wij krijgen de verschillende helden waar we mee kunnen gaan spelen. Allemaal voorzien van fraai artwork, skills, hun standaardwapen en de mogelijkheid om extra wapens aan toe te voegen. Het speelbord met daarop de 2 zijdes voor Atlantis en de Armies of Chaos. Met de towers en de spawning points en wat bos in het midden. Verder krijgen wij al deze prachtige miniaturen. En wat ik erg mooi vind is dat de miniaturen sowieso in foam cut-out hebben. En daarnaast staat onderaan een afbeelding van het miniatuurtje. Dus dat maakt het opruimen ook weer netjes. En ook dit soort kleine trucjes, die plastic hendels aan de zijkant, die maken het gemakkelijk om je miniaturen eruit te halen. Dit waren de gewone creeps, de standaard units. Dan hebben we natuurlijk nog de miniaturen voor alle helden. Samen met alle tokens, kaarten, dobbelstenen die we nodig hebben. En voor jullie beeldvorming, de kwaliteit van de miniaturen, die is weer heel goed gedaan. Er is erg veel detail in verwerkt. Het ziet er gewoon erg strak uit. Dus daar mogen we niet over klagen. Maar dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ongeacht de hoeveelheid spelers, zet je beide zijdes op dezelfde manier op. Je krijgt 3 standaard creeps. In deze Kickstarter editie hebben de standaard creeps 2 verschillende vormen aan beide zijdes. Maar je plaatst 3 standaard creeps op elk spawning point. En elke speler kiest 5 helden. De helden hebben verschillende symbolen in de linkerbovenhoek afgebeeld die hun klassificaties weergeven. Je neemt een held van elk type. Dus je kunt niet zeggen ik neem 2 van dit soort magische helden. Je moet gewoon van elke klasse moet je er 1 keep nemen. Verder staat op de held hoeveel levenspunten die heeft. Het standaard wapen waar die mee aanvalt. Wat voor upgrades, wat voor extra items die mee kan nemen. En de 3 speciale eigenschappen die jouw mana kosten. En we beginnen beide met 8 mana. Je neemt de kaarten met het overzicht. Je plaatst de miniaturen daarop. En je neemt de speciale weapon upgrades die voor jouw helden van toepassing zijn. Waarbij je dus het wapen van jouw karakter nog beter kan gaan maken. Verder leg je alle creeps voor beide spelers binnen handbereik. De dobbelstenen, het forest deck schud je. Je schudt de itemkaarten, je legt er 9 open in de markt. En we hebben natuurlijk wat health markers. Wat goud, wat markers als een held uitgeschakeld wordt. En er zijn nog wat extra markertjes die vanzelf in het spel komen afhankelijk van bepaalde helden. Zo zetten we het op. Het doel, zoals ik al zei, is om ervoor te zorgen dat je als eerste 3 victory points weet te scoren. Elke keer als je erin slaagt om een tower of een spawning point van je tegenstander te vernietigen. En die hebben gewoon aan de linkeronderzijde afgebeeld hoeveel levenspunten die hebben. Als je die weet te vernietigen, dan krijg je een punt. Vernietig je de 3, krijg je 3 punten. Belangrijk daarbij is die towers die vuren ook. En de spawning points zijn dus de punten waar dus nieuwe creeps en ook helden tevoorschijn komen. Zijn die vernietigd, die gebouwen, dan werken ze ook niet meer. Dat spreekt voor zich. Maar dat is het doel. En daarvoor ga je natuurlijk gebruik maken van deze creeps. En die komen constant in bakken tegelijk naar voren. En je helden die over het bord heen gaan rennen. En proberen natuurlijk via listige tactieken je tegenstander te pakken te krijgen. Maar zo zetten we hem op. Tijd om te gaan spelen. MUZIEK.
Het spel wordt gespeeld in rondes en zoals het verhaal van het spel ons vertelt, zijn de Armies of Chaos bezig Atlantis aan te vallen. Dus de Chaos-speler begint elke ronde. En elke ronde is opgeknipt in drie fases. De eerste fase is de reinforcement fase. Dat is drie stapjes. Als eerste krijg je je mana terug. Dus we gaan eerst naar de Chaos speler. Die vult zijn mana weer aan, zodat hij er weer 8 heeft. Wat ik al zei, die gebruik je voor speciale eigenschappen van je helden onder andere. Dan doet de andere speler dat. Daarna krijgt elke held 1 gouden munt. Of die nou op het speelbord staat of uitgeschakeld is. Daarna doet de andere speler dat. En we gaan vervolgens nieuwe creeps in het spel brengen. De eerste ronde skip je dat. Maar normaal gesproken zijn die spawning points leeg. En krijg je van het spel 2 standaard creeps. En je mag 1 elite creep, zullen we maar eventjes noemen, kiezen. En die elite creeps hebben gewoon 1 statistiek beter. Een gewone creep heeft een range van 1. Gooit met 1 dobbelsteen. En die moeten 4 of hoger gooien om te raken. Nou, die elite creeps. En ze hebben allemaal 1 health. Die elite creeps, deze heeft bijvoorbeeld extra health. Deze gooit extra aanvals dobbelstenen. En deze beweegt veel sneller. Nou, je mag er dus eentje bij zetten. Hoppata. Je mag zelfs extra elite creeps kopen. Nog 2 stuks erbij. Elke elite creep die je extra koopt kost je 3 gouden munten. Die moet je spenderen met 1 van jouw helden. Dus 1 held moet die 3 gouden munten hebben. Maar er is wel een beperking. Per spawning point mag je maar 1 elite in het spel brengen. Nou, wat ik al zei, de eerste ronde staat iedereen nog op die spawning points. Dan krijg je ze ook niet. Maar normaal gesproken zijn die spawning points leeg. En dan mag je ze zelf ergens in het spel brengen. Dan gaan we naar de tweede fase en dat is de aggression fase. Wederom beginnen met de Army of Chaos. Activeert hij al zijn torens. Elke toren heeft een bereik van 2, dus die kan 1, 2 vakjes ver schieten. Vuurt met 4 dobbelstenen en elke 3 of hoger is een hit. Dus in dit geval zou ik 2 hits scoren. Alleen is er niks binnen bereik, dus dan heeft het weinig zin. Dan gaan de torens activeren van de Atlantianen. Dan gaan de creeps bewegen. Creeps bewegen 2 vakjes. Maximaal, behalve als je dus een runner hebt, die mag nog meer bewegen. En je mag er ook voor kiezen om de creeps maar 1 vakje te bewegen. En uiteraard als creeps aan het begin van hun beweging tegenover vijanden staan, dan bewegen ze niet, want dan kunnen ze gaan liggen knokken. En daar zijn ze groot voorstander van. Maar je kan ervoor kiezen om ze ook minimaal 1 vakje te bewegen, maar stil laten staan mag niet. Ze gaan altijd door, het zijn de soldaten, ze moeten gewoon naar de overkant en de tegenstanders aanvallen. Nou, tegenstander doet hetzelfde, die beweegt ze waarschijnlijk ook allemaal gewoon 2 keer. Hoppata, we willen gewoon confrontaties. En dan gaan alle creeps die aan kunnen vallen, die gaan aanvallen. Nou, wat ik al zei, ze hebben allemaal een bereik van 1. Dus in dit geval is er nog niks binnen bereik. En wederom eerst gaan de rode aanvallen en dan gaan de blauwe aanvallen. En dan gaan we naar de derde fase en dat is de hero fase, waarin de spelers om de beurt een held gaan activeren. Of je gaat een held, als een held uitgeschakeld wordt, dan komt er zo'n schedel op te liggen. Als je die activeert, dan gaat de schedel naar de schedel met crossbones erachter. En als je dat fiche hebt en je activeert die weer, nou, dat kan dus niet 2 keer in dezelfde ronde, dan gaat het fiche weg en dan komt de held eigenlijk zwaar weer terug. Dus een held is nooit verloren als die uitgeschakeld wordt. Dan komt hij gewoon weer voor je te liggen en dan ben je hem 2 beurten kwijt en daarna mag hij weer het spel in en mag je er weer mee gaan knallen. Als je een held activeert mag je hem 3 stapjes verplaatsen en daarna mag je 2 general actions doen. Je mag ook ervoor kiezen om minder stapjes te doen en dan te beginnen met je general actions, maar alle verplaatsingspunten die je dan niet gebruikt hebt, die ben je kwijt. Nou, wat voor general actions heb je? Je mag je wapen gebruiken, je mag het item gebruiken, die hebben soms een actie erop. Je kunt je speciale eigenschappen gebruiken of je kunt een general actie spenderen om nog een keer maximaal 2 stapjes te lopen. Nou, hiermee kun je je helden dus over het bord gaan bewegen richting de vijand. Ik mag er ook voor kiezen om het bos in te gaan. De gewone creeps kunnen het bos niet in, maar met je held kun je het bos in gaan. Maar daar zitten risico's aan verbonden, want er zitten allerlei monsters verstopt in het bos. Maar er zitten ook leuke items verstopt in het bos. Als jij een bosvakje binnen stapt, dan trek je de bovenste forest kaart. Die leg je open en daar staat op wat je tegenkomt. In dit geval kom ik een Centaur Chieftain tegen.
Die heeft 5 levens. Die heeft, is 5 goud waard als ik hem weet te verslaan. En hier staan zijn statistieken. Hij valt aan met 6 dobbelstelen. Elke 3 of hoger is een hit. En als hij een 6 gooit, doet hij een knockdown. Dus ik heb weer echt heel veel geluk met het bos ingaan. Hij gooit 6 dobbelstelen. Oh, mijn creeps gaan er vandoor. 3 of hoger zijn hits. Dus ik heb in totaal 5 hits te pakken van deze knakken. Die wounds leg ik gewoon op mijn character. Ze heeft 9 leventjes voor jullie beeldvorming. En ik heb een 6 gegooid, dus ik krijg ook nog eens een keer een knockdown. Oftewel, mijn beurt is gelijk voorbij. Mocht het zo zijn dat ik geen knockdown had gekregen, dan zou ik kunnen kiezen om deze aan te vallen. Nou, mijn aanval is 3 dobbelstenen en ik raak op een 3 of hoger. Nou ja, dan heb ik in dit geval 3 hits gedaan op de centaur. Nou, ik heb nog 1 actie over, dus ik zou nog een keer een aanval kunnen doen. Nou, helaas heb ik dan net niet genoeg gewoons om hem dood te maken. Lukt het je niet om hem dood te maken, dan gaat hij gewoon onderop de forest stapel. En dan komt hij op een gegeven moment weer terug. De damage blijft er niet op en dat monster blijft ook niet zichtbaar. En je kunt er ook voor kiezen als je de aanval hebt overleefd om gewoon door te bewegen. Behalve als je dus knockdown gooit. Lukt het je om hem te verslaan, krijg je 5 goud. Dat goud pak je en dat leg je op je held neer. Naast dat soort monsters zijn er natuurlijk nog allerlei andere soorten monsters die je tegen kan komen in het bos. Maar er zitten ook positieve dingen in, bijvoorbeeld een schatkist of potions waarbij je extra mana krijgt. Maar er zitten ook weer valkuilen tussen. Dus er kan van alles en nog wat gebeuren in het bos. Het is een beetje een risico wat je neemt. Maar zo gaan de spelers dus 1 voor 1 hun helden activeren. Als je een held activeert, mag je ook kopen. Je hebt natuurlijk wat geld op je held liggen. Nou, dan kun je dus nieuwe items voor kopen uit de markt. Of je kunt de specifieke upgrade kopen voor jouw character. Daar heb ik hem neergelegd, hier zo. Waardoor je wapen beter wordt. Ik gooi nu 3 dobbelstenen, 3 of hoger. Dan de eerste upgrade krijg ik 4 dobbelstenen. En de laatste upgrade 5 dobbelstenen. En op een 6. Elke 6 telt als 3 hits. Nou, dat is supersterk. Wordt het natuurlijk erg veel beter van. En je ziet dat je hier nog ruimte hebt voor een extra item. De symbolen bepalen welke items dat mogen zijn. Ik zou bijvoorbeeld deze cloak of purity mogen. Purity cape mogen hebben. Dat symbooltje komt overeen met het symbool wat hier staat. Dus dat is een item wat zij kan dragen. En dat geeft ook weer bepaalde bonussen. Of acties of mogelijkheden waar je mee kan spelen. Nou, dat is wel een leuke toevoeging. Maar op die manier gaan de spelers de strijd met elkaar aan. En degene die er als eerste in slaagt om 3 gebouwen van de tegenstander te slopen, is de winnaar van Lood. En zo wordt het spel gespeeld. Het eerste wat ik wil bespreken met jullie is het feit dat er wordt gezegd dat Lood heel erg veel weg heeft van Rum and Bones van Cool Minionaut. Sterker nog, er wordt zelfs gezegd dat het gewoon simpel een 1-op-1 kopie is, maar dan even in een ander jasje. En ik kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat het inderdaad verdacht veel overeenkomsten heeft. De mechanics van de creeps zijn hetzelfde. De lanen waarover we strijden. De objectives, de gebouwen die je moet gaan vernietigen. De spawning, de towers. De helden die daaromheen bewegen. Het hele mechanisme is zeer sterk overeenkomstig. Is dat per se slecht? Nou, niet. Nee, noodzakelijk. Als je Rum and Bones leuk vindt, dan geeft dit spel je natuurlijk weer 2 nieuwe legers met echt wel hele mooie miniaturen om de strijd mee aan te gaan. En ook het spelmechanisme is dus bekend en daar kun je op dezelfde manier weer plezier mee uitgaan. Maar zijn er ook dingen die Lood anders doet? Ja, absoluut. We hebben natuurlijk aan de ene kant de items, wat ik een leuke toevoeging vind, waarbij je helder dus kan upgraden met mooie items. De wapens die ze hebben kun je nog weer verbeteren. Dat is een grappig mechanisme. En je hebt natuurlijk het bos waar je naar binnen kan gaan om mogelijk wat extra goud te verdienen. En soms ook nog wat leuke items tegen te komen. Maar daartegenover staat dat ik, van degenen die het gezien hebben, van mijn Rum and Bones review. Ik ben geen fan van Rum and Bones. Ik vind dat mechanisme niet zo heel erg leuk. Het duurt me allemaal te lang en ik vond de geluksfactor daarin te hoog. Omdat het natuurlijk, ja, dit spel is heel erg dobbelsteen afhankelijk. Je gooit dobbelstenen voor elke miniatuur, elke aanval en elke keer gooi je een beetje goed, dan gaat het lekker. Gooi je beroerd op de cruciale punten, dan heb je het zwaar. Uiteindelijk zal het zichzelf wel balanceren, maar ik word daar niet zo heel erg warm van.
En wat Lood heeft gedaan, die heeft naast die willekeur van de dobbelstenen nog meer willekeur toegevoegd. Allereerst hebben zij het Forest Deck, wat op zich een leuk idee is. Alleen het is zo totaal random wat je krijgt. De ene keer ga je naartoe, makkelijk vijandje, een paar goudstukjes, hartstikke leuk. Of je vindt zelfs een goud. Een schatkist met goud erin. Maar u zag al, de eerste kaart die ik trok was een zware vijand die mijn character, mijn held, half doodsloeg. En die ik vervolgens ook niet wist te verslaan. Waardoor ik de 5 goudstukken die waard is misloop en eigenlijk mijn hele beurt verpest heb. Ja, en dat soort dingen kunnen gewoon gebeuren. En is het spel luchtig, snel en gemakkelijk, ja, dan heb ik daar minder moeite mee. Dan hebben we allemaal dat soort onzin. Maar ja, je probeert hier toch wel een beetje tactisch posities te kiezen. Geld te verzamelen. Je hebt misschien je oog of je zinnen gezet op een bepaald item om je held nog sterker te maken. Ja, dan kunnen er dit soort dingen gebeuren. Daar word ik zelf niet heel veel vrolijker van. Vind ik een beetje jammer. Wat ik ook jammer vind is, je hebt 2 factions. Atlantis. En de Armies of Chaos. Maar de helden, die kan iedereen gebruiken. Dus het is niet zo dat de factions specifieke eigenschappen hebben die karakteristiek zijn voor hen. Zo had je bijvoorbeeld hele leuke dingen kunnen doen met de Atlantianen en de Armies of Chaos. Maar de helden zijn gewoon generiek. De ene keer kan deze held werken voor de Army of Chaos. En bij het volgende spelletje staat ze bij de helden van Atlantis. Dat maakt niet uit. Dat vind ik afbreuk doen aan het thema. Dat had leuker geweest als die helden gewoon bij een factie hoorden. En dat je wat meer helden hebt, zodat je een beetje kan kiezen. Maar dat ze daardoor een factie een bepaald aanzien geven. Een bepaalde manier van spelen waar je mee kan gaan puzzelen. Maar dat is er niet. Het zijn gewoon helden. Maakt niet uit waar ze staan. Tot slot wat ik al zei, de spelregels zijn op zich netjes geschreven. Alleen je begint op een van de achterste pagina's pas een keer met een overzicht van hoe een beurt eruit ziet. En elke stap die je doet, moet je weer terugbladeren naar hoe werkt dat aspect, hoe werkt dat aspect. Erg rommelig omschreven. En zeker als je een spel stiekem kopieert van een spel wat al bestaat, lijkt het me handig om de regels dan in ieder geval een beetje fatsoenlijk te kopiëren of te stroomlijnen. Of te kijken zelfs naar Rum & Bones 2, want ik heb me laten vertellen dat die beter is dan de eerste Rum & Bones editie. En dan misschien daar zo wat uit te halen, zodat jouw spel ook wat soepeler loopt. Maar die regels zijn vervelend om doorheen te gaan. Maar alles bij elkaar genomen is Lood bijna een 1-op-1 kopie van Rum & Bones. Ik ben geen fan van Rum & Bones. Ik ben ook geen fan van Lood. Ik vind het dobbelsteen gooien, de geluksfactor, vind ik te hoog. Het idee erachter is wel grappig, maar dit spel trekt mij absoluut niet. En de willekeur die Lood toevoegt door de verschillende force kaarten en ook nog eens een keer door de items. Soms liggen er gewoon geen items waar jij als held iets mee kan of die gewoon echt niet handig voor je zijn. Maken het spel gewoon zo geluksafhankelijk dat ik daar gewoon erg weinig plezier uit weet te halen. Nou, allemaal van dat soort kleine elementen storen mij in dit spel. En ondanks dat de miniaturen er fantastisch uitzien, maakt dat het niet beter voor mij. En ik moet eerlijk bekennen, ik vond Rum & Bones de eerste editie al niet leuk. En dit spel vind ik nog veel minder leuk. Sterker nog, ik wil het niet meer spelen. En het is om die reden dat ik Lood een 2 heb gegeven. Naast Spellen Zolder.